Here we go! Geweldig jullie weer te zien, team. Soeren hier met vandaag weer een nieuwe Pokémon GO video voor jullie. Voor vandaag ben ik weer super enthousiast, omdat we vandaag maar liefst 3 nieuwe Pokémon aan onze Pokédex toe kunnen voegen, waar ik super enthousiast voor ben. Eén daarvan komt naar de 10 kilometer ei. Je kan hem nog niet helemaal op de achtergrond zien, maar dat komt zo meteen. Eerst even deze geweldige Bellsprout, want ook daar ben ik nog steeds super enthousiast voor. Ik heb namelijk nog maar een paar Pokémons nodig om mijn eerste generatie Pokédex te completen. En daarvan is deze Bellsprout, oftewel een Victreebel, er eentje van. Dus ja, dat we hem hebben kunnen vangen en dat we hem ook nog met een Pinap Berry hebben kunnen vangen, scheelt gewoon ongelooflijk veel tijd en moeite om die zo snel mogelijk toe te kunnen voegen aan ons Pokédex. Nou, hoe perfect komt dit uit? Dit is de volgende Pokémon die we ook nog nodig hebben voor onze eerste generatie Pokémon Pokédex, sorry. Dat is namelijk een Abra, oftewel een Electabuzz. En ja, ik ben gewoon zo blij als ik die in het wild zie. Die twee mooie gele Pokémon, echt geweldig. Helaas besloot inmiddels de Abra, die dacht van, nee Soeren, ik heb geen zin om met jou mee te gaan. Jij gaat maar lekker zelf je Pokédex vullen of met andere Pokémon vullen. Ik heb geen zin, ik ben weg. Dat is een beetje jammer. Nou, toen kwam gelukkig Skurdel langs en die zei van, Soeren, die Abra was niet zo lief tegen je, maar ik ben wel lief. Ik kom gewoon even spannen en ik kom even gedag zeggen. Hopelijk word ik mij vangen. Nou, dus zeg je tegen die Squirtle. Squirtle, je bent dan misschien wel, hè, je bent al in onze Pokédex geregistreerd. Maar ik vind je alsnog een super geweldige Pokémon, dus kom lekker bij ons team. Dus nou, dat deden ze ook. Hartstikke gaaf. Ik heb er namelijk ook nog 2 gevangen. Echt bizar. Ik kom de laatste tijd zoveel Squirtles tegen. Is echt ongelooflijk. En dan natuurlijk in combinatie met die Pinot Berries scheelt gewoon zo ongelooflijk veel tijd en moeite. Echt super geweldig. Hier even een eitje. Ook weer een geweldig ei. Ook al is het een 2 kilometer ei. Het is wel een tweede generatie Pokémon. Dus ja, blijf even zitten. Oh yes, dit is toch wel de schattigste gele muis die er is in Pokémon, echt ongelooflijk. Er zijn heel veel schattige Pokémon in Pokémon GO, dat ben ik helemaal met je eens en dat heb ik ook al zo vaak gezegd. Maar dit is ook eentje van, een geschattig Pichu'tje. Moet je nou kijken naar de kopie van hem, zo schattig en dan ben je wel met die schattige wannertjes, heerlijk. Nou, ook deze, ik heb het al veel vaker gezegd, maar ik zal het altijd blijven zeggen. Een Dratini is gewoon een Pokémon die altijd in je vlog, in je video, weet ik het wat je aan het maken bent, wat ik dikker aan het maken ben. Die moet er gewoon altijd in. Het blijft gewoon een geweldige Pokémon. Ook al is hij door middel van tweede generatie niet meer de allersterkste. Het blijft een geweldige Pokémon. Zo blijft het. Dus ja, die moest er zeker even in. Het is misschien niet mijn favoriete draak die Pokémon, een Dragonite. Het is wel een hele geweldige, ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Ook de Tyranitar is hartstikke gaaf. Maar ja, als ik aan een draaktype Pokémon denk, denk ik aan een Salamence. Die komt in derde generatie, dat wordt echt gewoon de generatie waar een Soeren Squad helemaal een groot feest gaat bouwen, want dat wordt echt een geweldige generatie. Dat vind ik in ieder geval, ja, dat is mijn favoriete generatie, mijn eerste generatie en daar kan ik echt niet op wachten. Geen flauw idee wanneer het komt, dus vraag me alsjeblieft niet wanneer het komt, maar ja, ik hoop natuurlijk zo snel mogelijk. Dat is het enige wat ik kan zeggen, ik hoop zo snel mogelijk. Maar ja, als ik aan een draaktype Pokémon denk, dan denk ik gewoon aan een Salamence, hè, de derde generatie draaktype Pokémon. Waar ik gewoon echt super enthousiast voor ben. Ja, laat me zeker weten beneden in de comments wat jouw favoriete draaktype Pokémon is. Lijkt me hartstikke gaaf te horen. Mag van elke generatie, 8e generatie, ook al is er nog niet uit. Eerste generatie, wat jouw gewoon favoriet is. Lijkt me hartstikke gaaf te horen. Of misschien andere pseudo-legendary. Als je wat meer bekend bent met Pokémon, dan weet je dat een pseudo-legendary is een Dragonite, een Tyranitar. Ze hebben de statistieken van meer van een legendary Pokémon. Dus bijvoorbeeld een Ho-Oh of een Rayquaza. Dan normale Pokémon, dus bijvoorbeeld een Nidoran, zoiets bijvoorbeeld. Ze zijn echt vele malen sterker qua statistieken dan als een normale Pokémon. Eerst even een eitje, ik ga zo even verder. Dit is ook weer, voor mij is dat wel een goeie. Ik kan niet meer herinneren, maar voor mij is dat wel een aardig goeie. Volgens mij is het ook weer een tweede generatie Pokémon. Oh nee, veel beter, yes. Oh yes, geweldig. Nou, we hebben het over een Bellsprout. Krijgen we een Bellsprout? Hoeveel toevoer wil je hebben? Echt ongelooflijk. Ook dat scheelt weer natuurlijk weer ongelooflijk voor candy, waar ik echt ongelooflijk enthousiast voor ben. Voor nu vind ik het toch een hele gaaf Pokémon om te hatchen, natuurlijk een Bellsprout. Maar ja, ik ben benieuwd hoe, naarmate de tweede generatie een Victreebel en mijn Pokédex heb geregistreerd, of ik dat nog steeds zo leuk ga vinden. Maar ja, voor nu ben ik er gewoon echt super blij mee, dus ja, laten we er even van genieten. Nou, ondertussen ook nog een paar headbannende woepertjes gevangen. Het enige wat het ding doet is een beetje met zijn hoofd staan. Van hey, hallo, ik ben hier. Hoi. Ja, voor de rest doet hij eigenlijk niet zoveel. Maar eerst even terug naar die pseudo-legendaries. Dat is bijvoorbeeld ook een Method Rose. Die is ook van derde generatie. Ja, Tyranitar is een pseudo-legendary. Een Dragonite is een pseudo-legendary. En een Salamence is ook een pseudo-legendary. Het zijn meestal draaktype Pokémon. Dus ja, dat is een beetje... Ja, als je daar wat meer bekend mee bent met pseudo-legendary Pokémon... Dan mag je die ook kiezen. Maar ja, over het algemeen zijn dat meestal draaktype Pokémon. Dus ja, laat me zeker weten beneden in de comments wat jouw favoriete draak slash pseudo-legendary Pokémon is. Lijkt me hartstikke gaaf te horen, want dat zijn toch gewoon, ja, een beetje... Ja, dat zijn toch wel echt de sterke Pokémon. Oh ja, oh, kijk nou eens. Kijk nou eens, dit is de tweede Pokémon die we kunnen registreren vandaag in onze Pokédex die nieuw is. Of eigenlijk onze eerste. Ja, het is eraan, als je de 10 kilometer IO meetelt, dan is het onze tweede. Het is namelijk de Skarmory. Ik heb heel veel favoriete Pokémon in Pokémon algemeen, maar dit is ook zeker eentje van, een Skarmory. Het is gewoon zo'n geweldig beest. Hij is haast niet te verslaan. Alleen elektriciteit en vuur zijn echt effectief tegen hem, maar verder krijg je hem gewoon... Ja, je haalt hem gewoon niet neer. Je haalt hem gewoon voor de rest echt niet neer, of je moet ook echt heel erg veel moeite doen. Maar ja, het is gewoon een staaltype Pokémon en dat is een van mijn favoriete types. En dan is het ook nog zo'n gaaf ding. Moet je nou kijken, wat een prachtig design. Echt heerlijk. Echt heerlijk. En ik ben er zo blij mee dat ik hem zag. Het schot me echt helemaal... Het leplazerus, het schot echt... Oh, jongen, het gaan we nog niet overkomen. Ik had ook niet verwacht dat ik hem al redelijk snel, hè, ja, nadat de tweede generatie is gelanceerd, zou vinden. Heeft hij ook nog een aardig goede moveset. Het is niet de beste. Sky Attack, Airslash is de beste. Alleen dan in andere volgorde. Dus ja, dat was wel een beetje jammer. Maar ja, op zich, ja, 2 fijn type aanvallen. Hallo, wat wil je nog meer? Zomaar in het wild. Je krijgt hem maar gratis. Hallo, zeg hé. Dus ik ben er gewoon echt super enthousiast voor. Dus ja, ik kan... Ja, echt geweldig. Echt geweldig. Dus nou, dat is in ieder geval de tweede of eerste. Ligt aan hoe je bekijkt. Nieuwe Pokémon aan onze Pokédex. Ondertussen ook nog een paar Sioux's. Je zag als goed is net al een Slugma 3 keer naast op je scherm. Dit is een Siouxdie ook 3 keer op je scherm staat. Ja, dat is eigenlijk, ja, op dit moment zijn dat de 2 spawns die ik nu heb. Over spawns gesproken en over donderdag gesproken. Als het goed is gaan spawns donderdag switchen. Dus dat is, we hebben meteen 2 in één klap. De spawns gaan donderdag switchen. Jullie kijken dit waarschijnlijk op woensdag. Nou, het kan ook zijn dat het op de avond van woensdag op donderdag zou switchen. Dat zou ook nog kunnen. Of het is van donderdag op vrijdag. Voor mij van woensdag op donderdag. Dus ja, daar ben ik weer ongelooflijk enthousiast voor. Ben benieuwd wat onze volgende spawn op gaat leveren. Ja, ik hoop iets, ja, weer een andere gave tweede generatie Pokémon. Ik heb ook nog een Totodile spawn. Die zie je wat minder vaak helaas. Ja, ik weet niet waarom, maar ja, die ene, die Slugma spawn zit ook vlakbij een Pokestop. En die Sioux's spawn ook. Dus dan, ja, dan zie je hem al wat sneller en dan ga je er wat sneller naartoe. En als de Totodile zit, ja, dan moet gewoon echt, ja, puur op geluk moet hij er zitten. Dus dat is een beetje balen. Dan ook nog een Teddiursa. Ook een hele gaaf Pokémon. Een hele sterke Pokémon. Dus ook die zie ik niet zo heel vaak, kom er niet zo heel vaak tegen. Dus ik ben wel blij dat die weer voor de tweede keer heb kunnen vangen. Dit was mijn tweede. Dus ja, ik ben benieuwd wat die spawn switch weer gaat brengen voor ons. Ook voor jullie natuurlijk. En ja, over donderdag gesproken. Donderdag ook de volgende evolutieaflevering online. En die wordt ook weer helemaal geweldig. Ik ben er echt ongelooflijk enthousiast voor. Dus ja, als je daar geïnteresseerd bent, chat dan zeker op donderdag, morgen als het goed is als je deze video kijkt. Ja, weer in mijn kanaal, want dan staat er een evolutieaflevering voor jou klaar. Echt ongelooflijk. Nou ja, ik weet ook dat deze Swinub, ja, het is niet de meest speciale Pokémon of dat die zeldzaam Pokémon is. Maar ja, je kan er niet ontkennen. Het is echt een heerlijk schattig Pokémonnetje. Het is gewoon een lappie stof dat al loopt. Dat loopt. Dat is het. Een lappie stof dat loopt. Dat, perfect. Het soort van rijmt, hè. Lappie en loopt. Nou, geweldig. Geweldig. Ja, dat verzin ik even net zo. Huppatee, uit mijn duim gezogen. Ja, nou dat vind ik leuker. Vind ik het leuker. Een lappie, lopende Swinub. Lopende lap. Ja, nog beter. Lopende lap. Ja, dat vind ik leuker. Die houden we erin. Hashtag lopende lap. Maar ja, ik zie hem gewoon zo vaak, het maakt me niet uit. En jullie zien hem ook heel vaak. Ik krijg heel veel comments van, ja Soeren, je zegt wel dat dat de nieuwe Rhydon is. Maar ik kom er zo vaak tegen, dat is er helemaal nergens op. Helemaal met je eens, dat heb ik al een paar keer goed of recht moeten praten van sorry jongens, sorry, jullie begeleid. Maar ja, het is en blijft gewoon een schattige Pokémon. Dus ik vind, ja, ik zal misschien nog een paar keer in de vlog doen. Ik ben nog steeds op zoek naar een Swinub met de beste IV's. Ja, ik kan het goed gebruiken. Oh ja, hier stond die zelder. Sorry dat ik hier zo lang stilsta. Ik had al lang moeten, of tenminste, ik had het even in kunnen korten. Niet gedaan, sorry daarvoor, excuses. Volgens mij liep ik nu net een weg over ofzo. Ik moest gewoon even kijken en kon het niet gooien. Dus ja, dat is, mijn veiligheid gaat toch wel even boven de, boven de vangen van een Pokémon. Ik wacht even met de vangen van een Pokémon dan dat ik onder een auto lig. Dus ja, dat is ook voor jezelf natuurlijk. Pas zeker op als je Pokémon vanner bent. Zorg dan dat je niet andere mensen, of ja, eigenlijk ook jezelf lastig valt. Hier ook weer, weet je, moest er tijd heen en weer voordat ik er oké kon klikken. Ja, sorry daarvoor, dat kan ik nu ook niet meer uit-editen, maar in ieder geval. Ja, het is weer een Shelder. Echt een lange tijd geleden dat ik die heb gezien. Ook een soort van combo catch dit. Als je 2 gave Pokémon binnen de straal van, ja, wat is het, 20 meter of zo vangt. Zoals je net al zag met die Abra, die ik dan helaas niet ving. En die Skurdel, dat was een mooie combo catch. Een prachtig voorbeeld. Dit is ook wel een mooie. Een Shellder, best wel een leuke Pokémon. Ik vind hem nog, ja, ik kom hem niet super vaak tegen, wel redelijk vaak, maar niet super vaak. Dus ja, en het is ook nog wel een redelijk sterke Pokémon. Nou, gevolgd door een Pinsir. Ja, dat is wel een van de beste Pokémons in Pokémon Go op dit moment. Qua CP, maar ook qua aanvallen. Hartstikke sterk. Ja, qua CP kan die 2770 worden of zo in mijn hoofd. Is hij bij lange na niet, want dat scheelt nog 2000 CP. Maar ja, weet je, die candy kan je goed gebruiken als je wel een goede pins hebt met de beste moveset. Hier komt hij, jongens. Oh yes, hier komt hij. Hier komt hij. Het 10 kilometer ei waar jullie allemaal op hebben zitten wachten. Ik ben er ook super enthousiast voor. Ik had niet verwacht dat ik hem al zou kunnen krijgen. Maar oh, oh, oh. Oh yes, een Mareep. Een Mareep, geweldig. Hij is ook echt super zeldzaam. Ik hoor van heel veel mensen dat hij... Ja, ze doen hem echt gewoon niet vaak tegen. Hè, van bijvoorbeeld trainertips die ik vaak kijk. Het schijnt echt een hele zeldzaam Pokémon te zijn. Nog een 5 kilometer ei. Geen flauw idee wat dit is. Ik heb... Ja, ik weet het niet. We gaan gewoon zeker even van de muziek genieten. En dan zien we het wel. Oh ja, een roepertje. Een headband roepertje. Yes. Wow. Geweldig. Dat is wel goed uit, want die... Ja, daar heb ik genoeg candy voor zoals je nu ziet. Daar heb ik er nu 52 candy voor. En die kan ik daarmee eindelijk laten evolueren. Maar dan, misschien wel, nou, Swinub is wel bij verreweg de meest vervelende Pokémon in tweede generatie, vind ik. Die je kan vangen, die springt er zo vaak uit. Zelfs met een Raspberry, met een Great Ball, met een Great Throw, met een Ultra Ball, met een Great Throw en een Raspberry. Hij blijft er maar gewoon uitspringen, het is ongelooflijk. Maar de nummer 2 is bij verreweg deze, Sudowoodo. Echt ongelooflijk, dat ding kan helemaal niks. Hij staat alleen maar stil. En toch kan hij hem niet vangen. Toch kan je niet van. Het is ongelooflijk. Je zag het net al. Ik had een Great Throw met een Great Ball. Of met een Ultra Ball zelfs. En een Raspberry. Hij zat er niet in. Vervolgens... Oh, nee. Hier blijft hij wel. Oh, lekker voorbeeld, Sudowoodo. Dankjewel. Dankjewel voor het meewerken. Maar nee, ik ben er wel vaak tegengekomen. Maar echt ongelooflijk. Je kan Great Throws gooien. Je kan Ultra Balls gooien. Je kan Great Balls gooien. Je kan Excellent Throws gooien. Raspberries. Het is gewoon... Het blijft... Ja, het is gewoon niet zeker dat hij erin blijft. Ongelooflijk. Weer een 5 kilometer ei, volgens mij zijn dit een beetje matige. Ik weet het niet zeker. Ik ben er alsnog heel blij mee, maar... Ja. Nee, ik heb nog steeds geen Golduck. Het is ongelooflijk. Ik speel al sinds 17 juli 2016 dus. Hè, sinds dat Pokémon GO uit is. Maar ik heb nog steeds geen Psyduck. Of Golduck eigenlijk. Met de beste IV's en de beste moveset. Ongelooflijk. Hier weer een eentje. Hier ben ik wel enthousiast voor. Want deze kom ik iets minder tegen. Een Ziel. Maar... Ik heb hem al een paar keer laten evolueren. En ja, ik heb ook de span ervan op dit moment. Maar ja, ik heb nog steeds geen goede duwdorm met de beste IV's en de beste moveset. Weer een nieuwe Pokémon. Echt, die komt echt uit het niets. Maar weer een nieuwe Pokémon. Echt bizar. Een Hoppip. Ook daarvan had ik echt niet verwacht dat ik hem tegen zou komen. Ik kom namelijk heel weinig gras Pokémon tegen. Hè. Die Bellsprout heb ik nog steeds niet kunnen laten evolueren. Sinds dat ik al sinds 17 juli speel. Dat is een voorbeeld. Nou, Oddish heb ik dan aardig vaak uit een ei kunnen krijgen, dus dat moet ik wel toegeven. Maar ja, daar ben ik nu op, misschien 200 candy heb ik daar totaal voor, of 200 ongeveer. Dus ja, ik was echt super blij dat ik deze heb kunnen vangen, want het scheelt gewoon echt weer ongelooflijk veel candy. Want ja, nu kan ik nog gebruiken als buddy, weet je wel, dus dan krijg je die candy vanzelf wel. Het is vervelend als je de hele tijd naar een Pokémon moet zoeken, en ja, maar niet kan vinden. Want ja, kan je ook niet met hem lopen als buddy als je nog geen Pokémon hebt, zeg maar. Dus ja. Deze Eevee, totaal random, maar het is wel echt een hele hoge Eevee. Vind ik ook wel interessant. Echt, de laatste tijd kom ik echt super hoge Eevees tegen. Slowpokes, Poliwrags, Psyduck ook wel aardig hoog, Staryus. En dan Groldeens ook. Nou, dat zijn niet echt de meest enthousiaste Pokémon, maar ja, omdat ze zo hoog zijn, vind ik ze hartstikke gaaf. Nou, dan ook nog een andere span die ik heb. Ik heb al net een Slugma span laten zien, een Seal span. Voor mij had ik dat al over een Totodile span. Weet ik niet zeker, maar ja, in ieder geval, die kom ik nog minder vaak tegen. Maar ik ben hem wel gelukkig deze afgelopen week weer een keer tegengekomen. Ja, helaas echt niet zo vaak als dat ik zou willen, want daar baal ik wel echt van. Want ja, ik heb van Slugma ondertussen al 70 candy. En van een Totodile, heb ik er nog maar, nu volgens mij 24. Nu 21, maar ja, in de volgende vlog zie je er weer een. Alvast een spoilertje. Volgende video, om het goed te zeggen. Hier weer een Slowpoke van 823 CP, echt bizar. Echt bizar. Maar ja, in ieder geval die Totodile, ik had hem echt zoveel liever vaker tegengekomen. Want dat scheelt echt zo ongelooflijk veel. Ik ben nog maar één Cyndaquil tegengekomen, Chikorita. Hoor wel heel veel van mensen nieuwe tijd van, joh, ik heb al Chikorita. Ik heb hem helaas nog niet. Dat is mijn favoriete starter. Ik had veel liever, veel meer gebruik willen maken van die spam. Maar ja, helaas is het niet zo. En als we waarschijnlijk woensdag of donderdag weer gaan switchen. Oh jee, een eitje. Wat gaan we worden? Ik kan me niet meer herinneren. Oh, nee, ik weet het niet. Oh ja, ik weet het al, ik weet het al. We gaan het zien. Ja, nou, niet zo. Niet zo. Nee. Het is wel ook... Nou, dat is eigenlijk niet... Ik was er, als ik hem eerder, een paar weken geleden of zo had gehad, was ik er wat minder enthousiast voor geweest. Is dit dan een vervelende Sudowoodo? Dat zou kunnen. We gaan het even zien. Als jullie daarnaar kijken naar die vervelende... Oh, hij bewoog. Kijk eens aan. Dat is de eerste keer dat hij bewoog, zeg hé. Die boom. Ongelooflijk. Een Krabby of een Tindler is eigenlijk nu ook wel een van de beste Pokémon's in Pokémon GO op dit moment. Qua CP dan. Het is nog steeds een Pokémon die je echt binnen no time uit een gym kan schoppen. Maar ja, in ieder geval, qua CP is hij aardig hoog en kan je hem dus aardig hoog in een gym plaatsen. Dus ja, wat dat betreft is Krabby misschien of Tindler wel ietsje beter geworden qua gebruik. Hè? Je kan hem misschien nu iets vaker gebruiken of je zal hem misschien iets vaker in gym zien. Maar ja, verder is het nou niet zo van dat je zegt van wow, yes, ik heb een Tindler. Zeg, godzie mitty. Het is een gaaf Pokémon, begrijp me niet verkeerd, maar... Ja, ik heb bijvoorbeeld veel liever een Sudowoodo of een... ja, en natuurlijk de Larvitar van Dratini. Dus ja, goede Pokémon, maar ja, ik heb liever wat anders. Die Sudowoodo, dit is inderdaad een voorbeeld. Ik heb al een paar keer een Great Throw met een Ultra Ball en een Raspberry gegooid. Gaat hij er niet in. Vervolgens, volgens mij is dat deze, gooi ik een Raspberry, gooi ik een Ultra Ball. Oh, dat is hem dan niet. Volgens mij, ik denk dat hij nog een paar keer vervelend gaat doen. 1, 2, 3. Oh nee, dat is hem wel. Nou ja, in ieder geval, het komt mij ook zo vaak voor, dat is eigenlijk wat ik wilde vertellen. Dan gooi ik een Raspberry, gooi ik een Ultra Ball, gooi ik een Great Throw. Dan denk je van, nou, die moet erin. No, geen twijfel, geen hesitation. No hesitation, als ik wilde zeggen. Die gaat er gewoon in. Gaat hij er niet in. Vervolgens gooi je een Raspberry met een Ultra Ball, maar geen Great Throw. Gaat hij er wel in. Ja, jongens, maar dat gebeurt ook niet 1 keer. Dat gebeurt ook niet 2 keer. Dat gebeurt ook niet 3 keer. Maar dat doe je gewoon echt 40 keer. Dat is echt ongelooflijk. Het wordt zo ongelooflijk pissig van. dat slaat toch nergens op. Waarom moet je dan in godsnaam een Great Throw gooien? Dat vind ik nou echt totaal geen logica maken. Maar goed, ook Oddish, ook nog steeds een Pokémon waar ik super enthousiast voor ben. Ik heb nog steeds, ik heb nog wel een Veilploem, maar ik heb haast genoeg candy voor een Blossom. Ook nog een Sunstone moet daarvoor hebben, maar ja, weet je, ik hoop, ik moet nog een paar candies ervoor. Dus hopelijk dat ik in de tijd dat ik die candy heb kunnen sparen, ook nog een Sunstone kan krijgen. Zou helemaal top zijn, kunnen we ook nog een Blossom in de volgende evolutieaflevering laten evolueren. Die komt niet morgen, die komt pas, daarna pas. Maar ja, dit is een andere schattige muis. We hadden natuurlijk al een Pichu, schattige gele muis. Dit is de schattige blauwe muis, een Meryl. Wat een prachtig kleurtje is het toch, zeg. En dan om deze video af te sluiten, want daar moeten helaas aan alle goede dingen komen een einde. Deze geweldige Execute. Dat is wel nog een Pokémon waar ik super enthousiast voor ben als ik hem tegenkom. Ook al heb ik al 50 Executors. Nee, ik heb er 4, maar nog steeds een Pokémon waar ik erg enthousiast voor ben. Ook al tegen mij een ei. Het is gewoon een hele sterke Pokémon. Ja, dus ja, die moet je gewoon sowieso bewaren en sowieso vangen natuurlijk. Met een Pinap Berry in mijn geval. Dus ja, dat is een mooie afsluiting van deze vlog. Hopelijk hebben we natuurlijk weer genoten. Laat me natuurlijk zeker weten welke favoriete draak Pokémon jij hebt. Of welke favoriete pseudo-legendary Pokémon jij hebt. Waarvan het meeste draak zijn. Dus ja, maakt me niet uit. Laat me gewoon weten beneden in de comments. Lijkt me hartstikke gaaf te horen. Hopelijk hebben we natuurlijk weer genoten van deze vlog. En ja, het zou hartstikke tof zijn natuurlijk. Dan wil ik jullie natuurlijk weer enorm bedanken voor het kijken en voor al die geweldige support. Het is echt super om te zien, dus echt hartstikke bedankt daarvoor. Het wordt echt enorm gewaardeerd. Nou, dan hou ik het lekker weer in de mond en dan zie ik jou heel graag bij mijn volgende video.